Kevin Vermeulen, om te beginnen, ja, de eerste nederlaag van het seizoen, een hele zure. Ja, zeker is een hele zure. Als je 10 minuten voor tijd nog 0-0 staat bij Heerenveen, denk dat het goed opstond op het veld. En dan is het gewoon zonde dat je het nog weggeeft op zo'n manier. En dat je dan 2-0 verliest, ja, dat is gewoon zonde. Wat ging er mis bij de communicatiefout tussen Van Diemen en de keeper, Dekkers? Ja, ik stond op een grote afstand, dus dat heb ik niks van gehoord. Maar de bal kwam eigenlijk tussenin en Jordi Dekkers wilde hem volgens mij wegschieten. Maar glijdt uit en de bal gaat langzaam en de speler loopt eigenlijk tegen hem aan, denk ik. En hij geeft een strafschop en een rode kaart voor Jordi Dekkers. En dan zie ik als eerste Awassar die denkt van ja, laat ik het shirt maar aan doen, want jullie hadden al 3 keer gewisseld. Uiteindelijk ga jij keepen. Waarom? Heb je dat in de jeugd vaak gedaan of wel eens bij Xerxes? Nee, bij Xerxes helemaal nooit. Maar voor de training of na de training vind ik het af en toe wel eens leuk om te keepen als de strafschoppen genomen worden of geschoten wordt. Vind ik altijd wel leuk. En Adil wilde eigenlijk gaan keepen, maar toen zei hij toch van nee, ik doe het niet. En toen zei ik van dan probeer ik het wel, want wie weet pak ik hem wel. En het zou mooi zijn, maar helaas is het niet gelukt. Het had een jongensboek geweest, hè, als je die strafschop had gekeerd en de 0 had gehouden. Ja, dat is heel mooi geweest. Dat is zeker een droom geweest. Ja. Dit is gewoon, nu schiet hij me in een andere hoek van me tijdens de strafschop en dat is gewoon heel lastig. En dan wordt het nog 2-0, ja, dat is voor de statistieken dan. Maar verder, we zaten er eigenlijk doorheen, denk ik, toen de goal tegenkwam. Want we waren goed bezig met 0-0. Maar dan is het gewoon zonde dat je hier nog verliest. Daarna moet je nog een paar keer in actie komen en dat doe je goed. Alsof je al jaren onder de lat staat. Ja, ik zag Wilschut op me afkomen en ik denk, ik blijf goed lang staan. En dan wordt het moeilijk voor de aanvallen. Ik denk, want als je gaat liggen, dan stift hij hem of over je heen of hij schiet hem langs je. En nu schoot hij hem tegen mijn voet aan en bleef het nog even 1-0 en bleef het nog even in leven. Ja, want je raakte ook nog volgens mij bij een van die acties met een redding licht geblesseerd. Ik denk, oh jee, daar moet er nog een andere speler gaan keepen. Ja, dat klopt. Ik kreeg die bal, ik stak mijn voet uit eigenlijk en mijn voet was eigenlijk los in de lucht. En ik kreeg die bal op mijn voet, dus ik schoot even weg met mijn enkel en mijn knie. Maar het gaat allemaal gaat weer goed. Ik liep het daarna gewoon gelukkig weer uit, dus er is niks aan de hand. Mag jullie misschien wel verwijten dat jullie misschien eerder tot het besef hadden moeten komen dat er veel meer te halen viel? Want jullie, meer op de counter gokten jullie daar waar je misschien Heerenveen echt pijn had kunnen doen. Dus jullie misschien iets meer zelf aan het voetballen toe kwamen? Ja, ik denk dat we inderdaad een paar keer slordig aan de bal waren. Ik denk dat als je goed tussen de linies gaat voetballen, dan valt hij zeker te voetballen tegen tegenstander. Ook vond ik Heerenveen aardig voetballend uitkomen meestal. Ik denk van ja, dan is onze kracht toch denk ik op de counter met de snelle buitenspelers. En dat is de eerste helft denk ik een paar keer goed gelukt, dat we een paar keer goede counters hadden. En dan is het jammer dat de afronding niet mee zit. En dat lang 0-0 blijft.